Oh jee. Ach, niet weer zeg. Dat hebben we vorige week ook al. Ja, nu helemaal. Zeg ja, nog een keer. Nee. Zwaai maar even. Ja, zwaai maar even. Volgens mij de zesde week ongeveer dat hij gegeven weer. Oh ja, nee, hoeft nee, hoor, nee, 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 nee. Schapje. Want er zijn nu wel dingen die echt verbeterd zijn, zoals toch de stand van het hoofd. Waar je dan de tijd mee worstelt is, omdat je toch op een 9 bent, eigenlijk vind ik dat wel heel mooi, om het plaatje los te laten. En gewoon alleen maar met afbeelding bezig zijn. Maar ja, dit soort dingetjes, ja, hoe werkt het dan? En je kijkt dan eventjes bewust en dan opeens wordt staat hij. Want het hing er elke keer bij aan, dat oor. Zat hier eerst? Nou, dat was niet goed. Nee, maar het zat net wel te veel zo. Plus het oor was iets rechter. En nou, het voelt zeker ook wel dat je denkt, nou zit hij goed. Ja, ja, zo zit hij beter. Ja. Nou ja, gewoon lekker losgelaten weer. Heb je nog hier nog dingen aan toegevoegd? Nee. Was voor de rest, ja, de rug heb je nog gedaan. Ja, de rug en de hand, blauw, maar, meer blauw erbij ingedaan. Oh ja, hier ook bij de armen zo. Ja, dat soort dingetjes. Ja. Nou, mooi. Mooi, nou goed, tussen het weergeven van, zeg maar, nou, hoe het dan anatomisch enigszins werkt. En nou ja, het loslaten en opgebouwd laten zijn vanuit vlekken. Je kijkt nog een beetje met de front. Ja, ik kijk er morgen nog wat binnen. Ja, ja. Want waar zit de front nu voor? Waarom zeg je nou weer enigszins? Het is toch goed? Nee, omdat ik een front zie. Ja, en die frons is wel goed gedaan, maar... Die frons was heel goed, hè? Nee, maar je zei anatomisch enigszins... Het is goed. Het is goed. Het is goed. Nee, maar ik denk, als je gewoon heel erg één op één... En je zou op de klassieke academie... Dan wordt zo'n foto erbij gehaald en dan wordt nog even gekeken naar hoe die spiergroepen zitten enzovoort. Ja. Maar dit is gewoon heel los geschilderd en zo moet die ook, ja, wat mij betreft, gewaardeerd worden. Alleen, ja... We kijken ook mensen mee van de klassieke academie of ik wel door de screening kon. Met de die een inlogcode dan? Nee. En het is ook een behoorlijk zwaar geheim. Het moet vooral goed beveiligd blijven. Met al die moeilijke inlognamen en wachtwoorden. Nou ja, goed. Zeg maar. Want je bent begonnen vanuit de structuur die hier dan al aanwezig was. En dan met lichtere kleuren dan normaal gesproken werk je. Dat is dan dat wat er ontstaat. Ja, ja, ik wilde nu toch die donkerdere kleuren er weer in hebben. Dus heb ik er maar donkerdere lijntjes in gezet. Ja. Ja, dat maakt wel mooi, vind ik. Ja, ja, vind ik ook. Ja. Een beetje afwisseling tussen dat hele rondige vrouwelijke en dat wat hoekige mannelijk eventueel. Ook wel mooi subtiel gedaan. Wat ik wel leuk vind, want in het begin van de inleiding was er dan ook een abstract schilderij waarin ik zei dat een bepaald gedeelte weg was geglaceerd. En als dat niet gebeurd was, was het een heel overal compositie. Mm-hmm. Dat is hier ook een heel klein beetje eraan de hand. Toch ben je er wel in geslaagd, ook door de kleurgebruik en niet te veel daarin. Nou, het een heel fel, het is een beetje pastelachtig allemaal. En je groepeert wat. Dus hier zit best wel een groot soort vorm met elkaar dan, die die kant een beetje optrekt. Het geel haalt het weer een beetje naar deze kant en dan nog wat randdingen. Dus er zit best wel een soort componeren in plaats van dat het helemaal overal is. Nou goed, wil je er nog wat mee? Of, bijvoorbeeld thematiseren verder? Of? Nee, ik denk als ik hier nou meer aan doe, dan wordt het alleen maar rommelig, denk ik. Maar goed, je kunt natuurlijk hier een soort serie van maken en dan dit gegeven uitbouwen door andere experimenten te gaan doen. Dat zou ik wel leuk vinden. Ja. Maar je hebt hier bijvoorbeeld stukjes afgedrukt. Ja, ik weet niet hoe heb je dat gedaan? Met zo'n spons, plat sponsje dingetje. En wat heb ik nog meer gedaan? Oh ja, met dat behang. Ja. Dus er zit eigenlijk van alles in. Beetje hier misschien of zo. Het grappige is ook dat dit soort dingetjes ook belangrijk zijn, de zijkant. Nee, zeg gewoon. En je kijkt van deze kant en denk, ja, je hebt niet voor niks. Je hebt hetzelfde stempeleffect doorgezet. Dus het kan bijna al niet meer dat het dan een lijstje precies op de rand wordt, maar dat dit mee gaat spelen. Nee, wat grappig is, die man van vanochtend die dan ook die wc op de achterkant schilderde, die is ook allemaal met zijn dingen bezig. En die gaat dan zo hier ook nog weer wat aan de zijkant van het schilderij. En dus zelf op de achterkant van het schilderij vanochtend. Ja. Alleen dan was dan de wc van hier. Goed materiaal gebruiken. Ja, denk erom. Ik zag niet de frons, maar ik voelde de frons. Had net
deuken in het doek gaat. Ja. Ja, maar mooi is bijvoorbeeld dit soort werk, ook al is het een beetje, dit dan valt nog een beetje mee, maar soms staat er ook heel erg abstract werk, wat gewoon echt spelend tot stand is gekomen. En daar wordt dan ook wat makkelijker mee omgegaan door de werken tegenaan te zetten bij een evaluatie. Ja, het is niet dat oneerbiedigheid, maar denk ik, ja, dat past al bij het spelen. Nou, dan spelen we nog alleen door tijdens de evaluatie, als dan een extra vlekje. Dus deze zou ik meer uitnodigen om daar zo meteen wat tegenaan te zetten. Ja, lekker fris en prachtig qua kleur. Ja. Ik vind het een mooie combinatie. Nee, het andere werk is meer vanuit een soort schraaptechniek, heel droog. Hier ben je echt ook wel lekker aan het schilderen. En een beetje gecombineerd met dus dat roller effect, schraap effect, wat je daar een beetje hebt bij die andere. Ja, mooi. En een goed moment opgehouden, ook die zeilen, hoe dat zeil gevormd is. Gewoon die streken zijn gewoon goed. Krachtig, hier even aarzelend. Of aarzelend, eigenlijk misschien ook juist wel weer krachtig, maar alleen maar eventjes snel even dat rood. Markeer toch wel eventjes heel duidelijk dat het zeil zo loopt. Ten opzichte van hier die katamaran binnenkant. Of het middenste gedeelte. Ja, mooi. Nergens dat je verloren in te veel detailleren of net te loslaten ofzo. Het definieert genoeg en zit er goed tussenin. Ik vind het nog niet af. Ja. Waarom dan? Dat is het punt, hè? Ja. Ik zou er niet zoveel meer aan doen. Ik zou meer willen definiëren, denk ik. En ik heb het gevoel dat hij nu wel heel dicht geschilderd is. Qua lucht en water. En... Maar die witte rand doet nog wel heel veel. Ja. Mooi, dat oranje daar. Wat is deze witte rand? Ja, ik denk als je dat wegdoet, dan begrijp ik wel wat je zegt. Dat het dan misschien wat dicht, wat donker wordt. Door die witte rand wordt het wel heel, ligt het wel op. Ja, maar stel voor dat je dit nu, ja, dan krijgen we weer hetzelfde gedoe. Helemaal met wit om lijst. Dan blijft het gewoon, wat mij betreft, denk ik, kan bijna niet anders. Een enorm fris fruitig. Ja, maar dan wel. Maar stel dat je die rand weg doet, jongen. Nee, snap ik. Als je daar, maar het gaat even om de lijst. Stel dat je hier gewoon een lichte lijst omheen doet. Of dat je gewoon ja, even is goed. Moet eens kijken hoe prachtig dit is. Ja, dat is mooi. Heeft. Dat is helemaal mooi. Nee, ik zou niet die witte rand opbrouwen. Ja, nee. Als je geen pas gevoel hebt, bedoel ik. Nee, ja. Dan zou ik dat niet doen. Ja, zo is het. Nou, dus een witte lijst van de week dan. Ja, ik heb hem niet dichtgeschilderd, bijna zou je hem niet mee moeten geven, want dan ga je hem... Hij is klaar. Witte paspoortje eromheen, klaar. Ons verleggen jij zit ook op het twijfelpuntje. Nou, ik dacht, dit ga ik volgende week gewoon lekker mee verder, dacht ik. Nee, dat kan niet. Ja, ga je nieuwe. Dan in nee, dat is niet zo laten. Ik denk het heel mooi. Ik zal zo meteen nog even snel een film. Oké, is goed. Hebben zit er, maar ik kon er niet bij komen. Nee, ja, hij zit een beetje vast. Nee, je mag wel draaien. Nee. Neem maar je staat niet mooi in de beeld. Oh. Nee, maar dat beetje vrouw. Ja. Beetje vrouw. Ja, wat ik al zei. Mooi gewoon qua wat je normaal gesproken doet. En, een paar weken geleden. En daarvoor. En een paar weken geleden ben je begonnen met een wat nieuwere stijl, waarin je wat krachtiger zeg maar, het beeld durft of opbouwt. Vorige week met een hele mooie losse lijnvoering. Nou, nu bouw je hem eigenlijk een beetje klassiek op. Vanuit vlekken en een beetje poetsen ging je misschien zelf een beetje vastzetten. Tenminste, keek je even aan en toen was je het wel een beetje daarmee eens. Ja. Maar daarna zit je gelijk, toch wel, omdat je dus het hoofd heel klein doet ook en onder een dan niet helemaal goed uitkomt. Daarna durf je eigenlijk best wel weer goed snel te corrigeren. Zonder dat, nou, de aarzeling die je soms ook wel eens hebt, zet je, vind ik, krachtig beeld neer, nu weer. Ook mooi hoe dit overloopt in dat. Nogmaals, het hoofd zal iets te klein zijn, dus misschien staat het uiteindelijk op een krukje of zo. Ja, ik weet niet hoe ik uitkom. Nou ja, het is een beetje een jonger iemand, heb ik het idee, die nog niet helemaal volgroeid is. Maar waar ligt dat nu aan, Johan? Dat is je een op, beetje, dat jij toch een jonger iemand of iemand die niet vergroeid is? Nee, ik bedoel, ik ben niet volgroeid. Ze is gewoon niet een kind, achter iets. Of een beetje jonger, iemand van de 14, 15, 16, 17 jaar.
Lekker op de maasje helemaal naar boven toe. Johan, ja. Die praat je dus tegen. Dat is toch klaar. Ja, het lijf, de benen en de voeten, waren maar een krukje. Hoe kom jij erbij? Nee. Oké, nou wacht even hoor. Kijk. En de nee, maar kijk, een kind van die leeftijd die ik net zei, nou, zo rond de 12 tot 35. Heeft een groter hoofd ten opzichte van het lichaam. En de schouders, nee, 12 tot, schouders zijn ook smaller. Die heeft hooguit keer 6 of 5 hoofden. Ja. Nou, 1, 2, 3, ja? Smokkel, 4, 5. En dan houden we ongeveer op. Ja. Of er moet gewoon een volwassene kind in het gezicht een beetje ontstaan. Dan, of kind, volwassene iemand in het gezicht ontstaan. Dan, dat komt ook. Maar ja, dan is er nog 7, dan wordt het een volwassen vrouw in die zin. Bijna onder, tot een. Ja. Heb ik het idee hoor? Ja. Heb je niet het idee dat er meer een meisje is dan een. Ja, ze volwassene. Heeft helemaal geen rimpels. Geen uitdrukking ook. Nee, het is. Het is in orde. Nee, maar het is gewoon lekker, ja precies. Gewoon lekker geschilderd, lekker open, het kan alle kanten op. Qua, maar het komt wel op. Geen voeten en benen eraan. Voor mij dat wel. Dus. Ik kijk gewoon ook uit. Kom. Ja. Kom zoals het komt. Ja, kom. Hakjes. Deze. Ja, prachtig. En met name de vreemde kleuren die ervoor gebruikt. Ja, heel leuk. Eigenlijk zou je dan inderdaad helemaal niet meer richting realiteit. Nou, ik wil nog wel wat vlekken op zijn nek. Ik ga niet veel Nee. En daarvoor. Het is toch prachtig dat het juist de achtergrond erop doorheen schemert, dat groen hier erin, dat je het met blauw doet, dat oor weer half in de achtergrond laat overlopen, dat dit niet ook weer blauw is. Misschien moet je nog eens met een portret tegelijk beginnen, van een hond of iets dergelijks, en dan nou, kijken hoe het zich dan oplost. Misschien wordt dat wel rood. Oh, dat is de voorkant van zijn oor hier. Ja, maar mooi, leuker dan dat hij realistisch zou kunnen worden. Ja, ik heb het en toch zie je nog steeds dat het dezelfde hond is. Ja, hoe die kijkt ook. Ja, hij is een beetje trots op. Hij kijkt een beetje vanuit de hoogte. Zo lang is het ook. Ja, maar ik vind het ook een beetje uit de hoogte. Mooi portret. Kijkt inderdaad ook heel eigen uit de ogen. De plaatsing van het oog is volgens mij ook voor jou natuurlijk beter. Ja. Daar kan je mee thuis komen. Zo. Afblakening deze. Ja, niks meer aan doen. Heb ik lef? Ja, je moet het helemaal zelf weten. Maar. Het zou wel heel